hey, check it out, R&B, hey, de scene heeft de groove, de sound, de entertainment. Vandaag de dag is R&B een regelrecht statement. De groove, de sound, de entertainment. R&B, het is een regelrecht statement. Hoe zit het in de kern van de industrie? Is het wat je ziet of is er ook een andere versie? Krijgt een artiest een bepaald soort advies? Of kan het op de wijze waar je zelf voor kiest? Hoe sta je in relatie met de vele concurrentie? Groeit de jaloezie binnen de scene buiten proporties? Check je dat ook in je toezicht? Of focus je alleen maar op je doelen en je vooruitzicht? Hoe belangrijk is een status? Non-stop geldstroom, auto's, kleding en een woord slagroom? Dat is de topic bij Massief hier zo. Met respect voor de host van de show, Gilly Koster. Give it up! Welkom bij Massief. Op de een of andere manier gaat het allemaal iets vingeren wanneer ik zwarte mensen achter me heb staan. Want de vorige keer hadden we het even. Geintje. Vroeger betekende R&B rhythm and blues. Tegenwoordig betekent het iets anders. We gaan erover praten in Massief. We hebben bij ons Jay Anthony. Replay! Nasty! Hebben we Nasty? Nasty! Sugarcane! Crucial! Home Team! Justice Soul! Prime! Sylvana! Ik geloof dat ik... Keesha! Oké. Als we nou een bom op Massief laten vallen, is de hele R&B, Nederlandse R&B zien dan. Goed. Wat is R&B? First person. Hoe is R&B? Sylvana, jij zou het moeten weten. Wat is R&B? Dat kan ik niet, zo makkelijk uitleggen. Ik denk R&B als lifestyle is een manier van leven waarbij gevoel en het zijn een hele grote belangrijke rol. Het klinkt heel filosofisch. Ja, wat hoor ik? Het zijn gaat eigenlijk terug naar onze vaders en onze moeders. Toen ze een soulplaatje opzetten, wanneer ze boos waren op vaders. Als moeders boos was op vaders van, you've cheated me en dat soort dingen. Ja. En dat is het zijn en daar groei je ook mee op. Ja, drukt het nog meer uit? Ja, ik kan bijvoorbeeld, voor mij persoonlijk is het, ik kan ook agressie kan je erin verwerken, vind ik persoonlijk. Je? Mijn agressie. Je agressie. Dingen die ik meemaak, liefde, no matter what, gewoon dingen van het leven, zeg maar. Mm-hmm. Nog iemand, een vrouw, een dame, voor jou. Van een bepaalde muzieksoort en je kunnen uiten daarin, jezelf helemaal kunnen vinden erin en je ook daarna kleden. Ja. Oké, en je ook daarna kleden. Voordat we echt verder en heel diep gaan praten over R&B, eerst de visie van Murthy Muzzle. What's up? R&B. R&B, right? Het is het is trendy. Het is je ding, hè? Moet. En je weet het, hè? Als je niet meedoet, wie ben je dan? Wie ben jij dan? Ben je iets? R&B. R&B. R&B, en ze zeggen het gaat voornamelijk over vriendschap, seks, relaties, seks, liefde, seks. Seks. Het is zo lekker dat ik het durf te zeggen, terwijl ik weet dat mijn moeder kijkt. Het is zo lekker dat ik weet, hè? Ik weet mijn oma kijkt. Mijn oma kijkt en ik durf het toch te zeggen. En ik was laatst bij mijn oma. Weet je, ik zat daar een beetje op bezoek, je weet, klein, zo komt er voor langs. En mijn oma zit daar te seppen. En op een bepaald moment stopt ze bij zo'n muziekstation wat precies draait wat jij wil. Bam, 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 bam. Wat is die jongen? Wat is het met die jongen? Waarom heeft hij het over... Murthy, waarom heeft hij het over een pony? Waarom laat hij steeds zijn buik zien? Oma is R&B. Is gewoon R&B. Zo gaat het nu helemaal. R&B? Nee. Nee. Is geen R&B. Nee. B.B. King. B.B. King. B.B. King is R&B. Aretha Franklin is R&B. Dit is geen R&B. Dit is aanstellerij. Is gewoon aanstellerij. B.B. King liet nooit zijn buik zien. Aretha Franklin liet nooit haar buik zien. Dit is aanstellerij.
Oh mama, zo gaat het nou tegenwoordig. Het is R&B. Het is van nu, het is trendy, het is muziek van de straat. Muziek van de straat. Muziek van de straat, nou is muziek van de slaapkamer. En ergens heeft ze wel gelijk, weet je. Ik bedoel, mijn laatste vriendin die luistert ook constant naar R&B in de slaapkamer. Constant naar Babyface. Constant. Weet je hoe het voelt om minder serieus te worden genomen dan een man die het Nederlands zuigelingengezicht zou heten? Kijk, weet je wat het is? Weet je wat het is? Nee. Weet je wat het is? Weet je wat het gewoon is? Kijk. En misschien zie ik het verkeerd hoor, maar R&B, rhythm and blues. Blues was vroeger een gevoel van melancholie. En nu is het misschien een heel ander gevoel. Het gevoel van de slaapkamer, voornamelijk. Maar het is toch gevoel. Dus gaat het om soul. En misschien heb ik het mis hoor. Misschien heb ik het mis. Maar volgens mij is soul gebonden aan een bepaalde kleur. En nou wil ik niet echt dissen hier. Het gaat om kleur, weet je. Een beetje minder kleurstof mag best. Maar waarom word ik nu elke maand overspoeld met Jodeci klonen zonder kleur en smaakstoffen? Ik wil een brood, een half brood. Ik wil een brood van jou. Ik wil een brood. Wie zit daarop te wachten? Nee toch? Nee! Ik niet. Gesneden. Ik niet. Ik zit daar niet op te wachten. Oké, dan. Weet je? Dus R&B is volgens mij zo, weet je. Het is een gevoel, het is een kwestie. En ik denk dat, weet je, ik heb mijn mening nu gegeven. Ik denk dat die kwestie hier verder wel wordt besproken. Dus ik doe nu als Michael J. Ik zak die moonwalk en ik geef het over aan mijn man Gilly Koster. Alright. See you later. Bert P. Mossel. Uiteraard hebben we direct herkend Tara. Ze hebben al een paar dingen gezegd, Tara. Muziek voor de slaapkamer. Soul. Vrouwen. Hè? Seks. Hoe worden vrouwen nou benaderd in R&B? Wat is het slangwoord voor vrouw? Bitch. Nee. Oké, iemand anders dan. Wat is het slangwoord voor vrouw in de R&B scene? Skin of chickie of skin. Skin of chickie, klopt dat? Shorty. Yeah. Is de rol die vrouw speelt, is dat een oké rol in de R&B scene? Ja. Naar jouw gevoel? Ik vind het niet overdreven sexy of zo, of wat dan ook. Ik denk dat het gewoon, het vrouw zijn, dat het gewoon dat uitstraalt. En niet extra op seks gericht, tenminste, dat is niet de bedoeling. We zijn afgelopen weekend even naar een discotheek geweest, Discotheek The Challenge in Hoofddorp. Daar hebben we de volgende opname gemaakt. Hoe lang ben je er nou mee bezig? Met jezelf, mooi te maken? Ongeveer 3 kwartiertjes. Ja? Waar doe je het voor? Voor mezelf, voelt me lekker. Luister, je staat je nou heel mooi te maken hier en je ontmoet op een gegeven moment een jongen. Hier op dit feest. En het gaat helemaal te gek, dus een aardige jongen. Je loopt naar buiten en hij heeft een fiets. Daar had ik het laatst nog over met mijn vriend. Ik zweer het je. Hij zegt, wat zou dat fok op zijn? Goed, je zou niet meegaan met een jongen met een fiets.
Zijn er hier mensen die wel mee zouden gaan met de jongen met de fiets? Ja. Ja, jij gaat met iedereen mee, dat weet ik. Nee, maar ik meen het serieus. Ik kom zo bij terug, Sylvana. Ik moet een vrouw hebben. Crucial. Zou jij meegaan met de jongen met de fiets? Ja, waarom niet? Ja? Ja, waarom niet? Is dat belangrijk? Het vervoermiddel waarmee een jongen, een man, een macho man in de R&B scene. Kan dat? Ja, kijk, ik maak me daar niet zo echt druk om. Ik heb een auto, dus dan rijd je lekker met mij mee. Vrouwen op R&B-posters, die worden redelijk funzig afgebeeld, vind ik. Allemaal grote billen, borsten en zo, weet je. Dus ik vraag me af, als je al zo'n poster ziet, draag je dan niet bij aan de beeldvorming die mannen hebben over die vrouw? Ja. Nou, ik denk als ik moest kiezen tussen een poster met een conservatief iemand, dus stropdas en ik vind een vrouw is een vrouw, die moet zich ook vrouwelijk kleden en zo. En dan heb ik het ook over jurkjes en over, een beetje bloot. Ik bedoel, het is je goed recht om zo gekleed te zijn, maar ben je niet bang dat mannen op een bepaalde manier reageren op jou? Hangt er vanaf hoe ze reageren. Als het te handtastelijk wordt, dan ga ik klappen uitdelen, maar anders... Te handtastelijk. Handtastelijk, dan ga ik klappen uitdelen, maar anders vind ik het niet zo echt een probleem. Nee. Wat ik heel vervelend vind, is als ze me aanraken zonder dat ik ze ken. Dat vind ik heel vervelend. Ik vind dat er een soort privacy is. En als ik me wil kleden zoals ik wil, al vraag ik ergens om of wat mensen al willen denken, is dat mijn probleem. Begrijp je, maar niemand moet aan me komen. Het is niet zoiets van, ik trek dit aan, dus jij mag aan me zitten. Ik ben geen striptease aan het geven. Al was ik een striptease aan het geven, dan mag je nog niet aan me zitten. Begrijp je? Begrijp je? Hoe vind je dat de vrouw benaderd wordt in dat ding? Ik heb die vraag ook aan Tara gesteld, maar ik wil hem ook van jou weten. Jij bent veel bezig met die R&B-cult. Ik zie, dat is mijn interpretatie, iedereen kan hetzelfde zien en het allemaal anders interpreteren. Maar mijn interpretatie is dat, misschien komt dat vanuit mezelf, dat de R&B-vrouw, over het algemeen genomen de zwarte vrouw, een hele sterke vrouw is. Die jij vroeg net bijvoorbeeld, kan een vrouw een man oppikken? Ik denk dat ik nu heel, iets heel riskants ga zeggen. Maar ik denk dat het zo is dat vrouwen over het algemeen, net als in het echte leven, ook in de R&B, dat ding waar je steeds over hebt, bepalen. Ja? Ja. Dus vrouwen hebben een toprol. Maar als ik naar die posters kijk, die R&B posters, dan zien die vrouwen er behoorlijk vleesig uit. Nee, dat meen ik, serieus. Ja, ik bedoel, als ik naar die posters kijk, jongen, ik krijg bijna het gevoel naar mijn slaapkamer te gaan en een plaatje op te zetten. Alleen, oké. Okay. Babyface. Goeie rechterhand krijg je van. Maar ik bedoel, dat is toch zo? Die vrouwen worden toch behoorlijk sisters van Nasty? You know? Die vrouwen worden toch op een bepaalde manier daar neergezet, of niet? Klopt, maar het is zelf hoe je erachter staat. Ja, maar hoe sta jij er bijvoorbeeld achter? Nou, ik vind voor mezelf als artiest zijnde of als vrouw zijnde, heb ik ook mijn grenzen. Ja? Ik bedoel, ik hoef niet zo nodig bloot op een koffer om te denken, jongens, dan bereik ik 10 jongens of 100 mannen. Mm-hmm. En zo vind ik het ook van die poses. Ik bedoel, soms zie ik poses van vrouwen en dan is het flats, heb ik zoiets van, hallo. Ja, dat doen die vrouwen zo. Iedere muziekstroming is dat zo. Dat heeft niets met R&B te maken. Want als je naar een hoes van een house cd kijkt, als je naar de posters van house feesten kijkt, dan is het precies hetzelfde. Vrouwen zijn makkelijk. Dat verkoopt gewoon, dat valt op. Klopt. Ja. De man-vrouw verhaal hier heeft niks met de scene te maken, denk ik. Nee. Voor elke scene blijft één regel. Ik bedoel, men rule the world en women rule the man. Dat is toch altijd een regel geweest, denk ik. Dat heeft niks te maken met de sterkte van een vrouw, maar alleen met de zwakte van een man. Nee, maar we hadden net over die reclames over vrouwen die bloot zijn. Ik bedoel, sex sales. En dat is het. Een vrouw die komt altijd sexy over omdat ze weten dat er dan een aantal mannen erop afkomen. Als we het hebben over seks, hè, in de R&B. Over wat voor soort seks hebben we het dan? Hebben we het alleen maar over heteroseksuele seks? Of wat gebeurt er met bijvoorbeeld
homoseksuele seks of dat biseksuele seks? Dat is de housie meer. Kan dat? Dat is meer... Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dus zeg maar, homoseksualiteit in de R&B scene kan niet. Ja, dat heeft er niks mee te maken. Ik bedoel, even serieus, heeft er niks mee te maken. Wat voor? Ja, dat is jouw privéleven. Heeft niemand verder wat mee te maken. Of jij nou bi, homo of whatever bent. Ik bedoel, ja, als artiest, maar er is nog geen videoclip. Wacht. Ik zie heel veel videoclips en ik heb er nog niet één gezien. Die gaat over de liefde tussen twee mannen. En ik ken één vrouw, Michelle Negocello, die in Amerika verguisd wordt. Of tenminste, verguisd. Dan aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer tof om anders dan anderen te zijn. Zij is lesbisch en zij komt ervoor uit. Nou ja, in de rock heb je nog Melissa Etheridge of zo. Maar in de R&B heb ik... Ik moet de eerste clip nog zien. En als ik hem krijg, dan draai ik hem vier keer per programma. R&B gaat ook meer over... Wacht even totdat er een microfoon bij is. Ja? Ja, ik denk dat dat niet echt voorkomt. Omdat R&B meer gaat over het spel tussen een man en een vrouw. R&B is dus... Ik ben langzaam maar zeker... Er wordt heel erg aangereikt hoe een jongen en een meisje met elkaar omgaan. In clips zie ik dat heel erg, want jullie hebben het iedere keer over seks. Maar ik denk dat het meer gaat over het spel tussen een man en een vrouw. Ja, maar is het spel tussen een man en een vrouw, is dat nou wezenlijk anders dan het spel tussen twee mannen of twee vrouwen? Is dat zo? Liefde is toch een ding, een universeel ding? Ja, dat klopt. Maar in de R&B komt dat, ja, denk ik, kan je gewoon zeggen, niet voor. Dat weet je niet. Ja? Eerlijk zijn, als man zijn, zou je toch niet, als je in dit geval homo zou zijn, gaan zingen van, oh man, I love you en al. Waarom niet? Ja, ik bedoel, wat is daar mis? Ik weet het niet. Dat doe je gewoon niet. Dat doe je gewoon niet. Waarom niet? Verkoopt niet. Dat bedoel ik, ja. Dat is het dan gewoon. Zo simpel. Het verkoopt niet. Als je kijkt al hoe lang het heeft geduurd voordat Gordon toegaf dat hij van de andere kant was. En Gerard Joling. En Luther Vandross. En ik weet zeker dat er nog heel, heel veel... Luther Vandross is de lover man bij uitstek, weet je wel? Ik weet zeker dat er nog een heleboel artiesten zijn die dat gewoon in een closet houden, weet je wel? Ja. Maar het is gewoon een taboe. En als je daarmee naar voren komt, moet je echt of heel biggie al zijn. Weet je dat? Je kunnen veroorloven. Ja. Of als je doet, dan word je verguisd, weet je wel. Die kans moet je nemen. Gewoon. Maar nou, het is gewoon een taboe, denk ik. Sydney? Ik wil nog even iets zeggen daarover. Het is, ik bedoel, R&B is gewoon een zwarte heteroseksuele... Blijf bij ons. Sorry, R&B is een zwarte heteroseksuele cultuur. En het gaat dus over liefde tussen de man en de vrouw. En bovendien is het gewoon zo in de zwarte cultuur... komen zwarte mensen niet heel erg graag uit voor hun homoseksualiteit. Dus dat maakt het zeg maar dubbelop, waardoor het gewoon ja, geen rol speelt. En als je dat wil verkopen en er zijn homo's dan in een R&B videoclip... Ja, de doelgroep die pikt dat gewoon niet. Ja. Als je house hebt en je hebt gewoon twee nichten die heel seksueel tegen elkaar... Dan verkoopt het weer, dan verkoopt het weer wel. De platenmaatschappij die denkt niet in getalletjes van misschien kopen 100 mensen die plaat. Dat gaat vet en dat gaat wereldwijd. En als je in de auto zit... Dan neem ik er geen aanstoot aan als ik een plaat hoor van een man die voor een man zingt. Maar die andere duizenden mensen die zitten luisteren, waaronder de oma van Murphy, die vinden dat walgelijk. En het is zaken doen. Dus dat kan een platenmaatschappij zich niet veroorloven. Ja, ik vind het heel jammer dat zo is, persoonlijk. Ik vind het gewoon heel jammer. Ik vind het niet alleen jammer, ik vind het ook heel fout. Dat soort dingen in de jaren 90, met nog 3 jaar te gaan voordat we een millenniumwisseling hebben, voordat we het jaar 2000, dat we nog bezig zijn met dat soort dingen. Iemand doet zijn ding, is goed of is niet goed. Dat is wat ik ervan vind. Ja, dat vind ik persoonlijk. Wel. Ja. Pardon, maar ik denk dat dat gewoon moet komen, Gilly. Dat het zeg maar moet groeien nog. We maken er vandaag een begin mee dat het komt. Okay? Het is een zwarte cultuur. En ja, precies. De R&B-cultuur is een afspiegeling van de zwarte cultuur. En binnen de zwarte cultuur zijn nog zoveel taboes... waarvan er vele in de blanke cultuur al doorbroken zijn. Okay. Okay. Die nog steeds in de zwarte cultuur leven. En die R&B-scene, net als de hip-hop-scene, is daar een afspiegeling van. Dus alles wat je hier... in Amsterdam of in Nederland binnen de zwarte cultuur aan problemen tegenkomt, die kom je ook binnen die R&B scene tegen. Want, nou ja, ik bedoel, kijk maar. Je had het over taboes die zwarte mensen zouden moeten doorbreken. Mm-hmm. Noem er eens een paar. We hebben dus dat homoseksuele ding hebben we al gehad. Mm-hmm. Nog meer? Wat zou er moeten veranderen? Ik denk dat, kom ik toch weer op het man-vrouw verhaal.
ben blij dat het weer ter sprake komt. De hele visie van de zwarte man over zichzelf, daar kan nog het een en ander aan bijgeschaafd worden. Wat mij betreft. Dames, bijval alsjeblieft. Seks als geheel is een taboe. Mm-hmm. Ik denk dat de meeste van ons hier in vergelijking tot onze blanke vrienden, vriendinnen, kennissen, hoe je collega's, hoe je het wil noemen, nou ja, 10 keer minder seksuele voorlichting hebben gekregen dan dus die maar blanke. Maar hoe kan dat toch? Ik bedoel, al die mensen die hier zitten, die komen gewoon uit Amsterdam en uit Nijmegen en uit weet ik veel en uit Standaard buiten. You know? Ik bedoel, je hebt toch toegang tot diezelfde. Je kijkt toch naar diezelfde spots. Maar tegenover die taboes doorbreken staat ook gewoon ideaalbeeld nastreven. En dat ideaalbeeld wordt bepaald door? Nou, dat is gewoon eigenlijk een keertje neergezet en het wordt nog steeds heel erg nagestreefd. Wat is dat door ideaalbeeld? Ja, wat is ja dat daar heeft iedereen zijn eigen mening over. Maar het is gewoon, net als wat wij weten, van een man en een vrouw en niet een man met een man. Nou, en dan houdt het op. Oké. Okay. Ja, zeg maar, de westerse cultuur heeft het al iets meer doorbroken. Ik heb hier bij me Oscar Harris, dames en heren. Oscar, als je dit allemaal zo hoort, ik kom even voor je staan, hè. Om even naast je te staan. Als je dit allemaal zo hoort, over de nieuwe R&B scene. Jij bent de eerste Surinamer die hier fit in de charts gestaan heeft. Yeah! Dankjewel. Wat is jouw beeld nou van die nieuwe R&B scene en vergelijk dat eens met hoe dat vroeger was? Ik denk dat er weinig verschil is tussen de R&B scene en de scene van vroeger. Wat er gebeurd is, je hebt nieuwe mensen, jongeren die misschien iets meer voor hun mening durven uit te komen. Bedoel je dezelfde stroop, maar andere vliegen? In principe wel. Ik denk dat onze ouders ook klaagden over de rock'n'roll periode en over die soul periode. Deze mensen van de jaren 90 die durven iets eerlijker te zijn tegenover zichzelf en tegenover anderen. Daarom zie je bijvoorbeeld dat vrouwen durven te verschijnen in bloot. Hè? Mm-hmm. En wat de kleding betreft, ik kan me herinneren dat toen wij die broeken aantrokken die met uitlopende pijpen waren en van die slierden en zo, was dat ook baanbrekend. En rock'n'roll klonk mijn ouders ook te hard. Somebody hold up! Start out voor de hele strakke life back. En back it up met de hele vette feedback. Oscar Harris in de band! Yeah! Traveled by many, remembered by few. Looking for something I can believe in. Looking for something that I'd like to do with my life. There is nothing behind me and nothing that ties me to something that might happen true yesterday. Tomorrow is open, but right now it seems to be more than enough to just be here today. And I don't know what the future is holding in store. I don't know where I'm going, I'm not sure where I've been. But as a spirit that guides me, a life that shines for me, my life is worth living, I don't need to see the end.
something behind the end. Nothing that ties me to something that might have been true yesterday. Tomorrow is open, but right now it seems to be more than enough to just be here today. And I don't know what the future is holding in store. I don't know where I'm going, I'm not sure where I've been, but I still been there. Ja, lekker is dat, hè? Gewoon even er tussendoor, gewoon dat even de stress eruit. Er is ook gezegd hier vanavond dat R&B een black thing is. Ik denk eerder dat het meer een mengeling aan het worden is. Je ziet ook heel veel blanke mensen van de R&B zien houden. Veel meer blanke mensen die trekken zich meer aan tot die muziek. En Ik ben ook blank en ik hou ook van die muziek. Nee. Waarom moet het speciaal zwart zijn? Ja. Is er hier iemand die wel vindt dat het een specifiek zwart ding is? Nee, ik vind niet dat het specifiek iets zwart is. Het is van origine is het zwart. En de blanke mensen die vinden het leuk. Hoe die zwarte huppelen en dat soort dingen. En nee, dat die vinden het. Nee. Dat vind ik ook niet top. Oké, maar dat is mijn visie van het verhaal. Nee, kijk. Ik vind van het is een zwart ding van origine. En blanke mensen, het is waarschijnlijk ook in de commercie is het begonnen. Dat ze begonnen geld ermee te maken. En waardoor het. Ze pushen het. En toevallig vinden een heleboel blanken het ook leuk. Ja, maar. Van origine is dat ding zwart. Ja. Ja. Ja, er wordt hier heftig geknikt van ja, deze meneer. Ja, het is dus wat zij zeggen. Het is van origine zwart, maar wie ervan houdt is een ander probleem. Het is gewoon een ander probleem. Probleem? Nou, nee, niet een probleem, positief gezien. Is gewoon, het is een ander issue. Het is een ander ding, een andere... Dus, maar is het... Positief gezien is gewoon... Het is een ander issue. Het is een ander ding, een andere... Dus, maar is het nou zo... Oké, laat me dat ding terugbrengen op verhoudingsniveau. Kan je met een wit meisje... Ik wil, er zit een mooie wit meisje daar achterin. Krijg jij aandacht? Komen we erbij met de microfoon? Wacht even, ik gooi deze naar je toe. Hou je hem even zelf vast. Oh, je haalt hem wel. Oké. Okay. Ze komen wel naar me toe, weet je. Maar wat het is, ik word gewoon niet serieus genomen. Nooit. Nooit. Weet je, ze lopen te slijmen. Ze lopen echt de hele tijd commentaar te geven op mij. Ze komen helemaal kwijlend aan. Maar ze nemen ze niet serieus. Dus ik ga er niet op in. Ze? Wie zijn ze? Gewoon, bijvoorbeeld een challenge bijvoorbeeld. Maar wie zijn ze? Zijn dat ze, zwarte mannen? Nee, de donkere mannen in het algemeen. Gewoon. Ja, zwarte mannen in het algemeen, die nemen jou niet serieus. Gewoon blonde meisjes of zo helemaal niet. Nee, waarom niet? Waarom niet? Waarom ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Meestal eindigen ze toch weer met een donker meisje. Ja? Ja, echt wel. Ze nemen blanken niet serieus. Ja, maar verderop zie je dat wel gebeuren. Ik zie al die zwarte voetballers die flink doeks gemaakt hebben. Nee. Ja, al die zwarte jongens die flink doeks gemaakt hebben, die zie ik met witte mensjes. Dat komt gewoon door, als die jongens ze hebben zoveel geld, ze gaan naar hele andere plaatsen waar een heleboel zwarte mensen niet komen. Die jongens komen op gala's en dat. En dan zijn er veel meer blanke meisjes. Dus volgens mij is dat het probleem. Ja, dus dat ding is een sociaal probleem. Ja, dat hoop ik. Het is een doeksprobleem. Ik denk het en ik hoop het. Nee, dat is bullshit. Wat zouden we hier aan kunnen doen?
Wat moeten we doen om dit beeld te veranderen? We absoluut moeten stoppen met dat zwart-wit en grenzen trekken. Ik denk dat we leven in een culturele samenleving met zoveel verschillende culturen. Een multiculturele samenleving. Ja, precies. Huh? Als Patrick Kluivert met een mooi Nederlands meisje het goed kan vinden, laat hem toch. Ik bedoel, waarom moet hij speciaal met iemand van zijn eigen kleur gaan? Oké, nou hebben we het gehad over Ik heb het nou gehad over bijvoorbeeld blonde vrouwen. Ja? Maar volgens mij ligt dat ding helemaal moeilijk wanneer deze man plotseling met een zwarte vrouw op een R&B party komt. Ligt dat anders? Oh, wacht even. Er zit hier een witte man met een zwarte vrouw. Ik denk dat het, als je helemaal terug gaat naar de R&B scene, ik denk dat in de R&B scene, welke kleur dan ook, er wordt veel meer op elkaar gelet als in andere scenes. Je uiterlijk is veel meer belangrijk, je image is veel meer belangrijk. In de hardrock scene, als je daar gaat naar een feest, er staan een paar bosjes haar tegen elkaar te beuken en die letten niet op wat ze aan hebben. In de R&B scene, het is heel belangrijk dat je ziet van die ziet er netjes uit, die ziet er netjes uit, et cetera. Wat is het gevolg van die sociale controle? Want als er op je gelet wordt, is er dus een soort sociale controle. Je kan niet met een gescheurde broek naar binnen, je kan niet met een fiets daar naartoe, als je geen zaktelefoon hebt. Wat is het gevolg daarvan? Nou, het gevolg daarvan is dat sommige mensen geforceerd daarmee omgaan. Ja, en hoe uit dat zich, dat geforceerd ermee omgaan? Toneelspel. Toneelspel. Mensen zijn nep in die scene. Ja. Nou, niet allemaal. Is dat een groot woord? Er zijn echt veel neppers in de R&B scene. Ga ik nou te ver als ik dat zeg? Die meneer daar met dat petje? Ik denk dat mensen over het algemeen in de hele wereld overal nep zijn. En dat heeft niks te maken met R&B scene, het heeft gewoon te maken met mens zijn. Mens gaat zich altijd proberen te profileren op een bepaalde manier. Maar je kan toch ook je principes hebben waar je gewoon aan vasthoudt? Ja, dan moet je in Tibet gaan zitten op een of andere monniksklooster. Maar ik denk dat in de huidige maatschappij alles draait om image. Ik bedoel, kijk nou om je heen, de hele commercie die overleeft op image. De hele economie is gebouwd op image. Ja. Alles, de politiek, alles draait op image. De R&B scene, net zo goed. Vraag, algemene vraag. Hoe ver ga je om succesvol te zijn in de R&B scene? Wat succes is, verschilt voor iedereen. Het is waar je doel ook stelt. En ik denk van, zolang je met jezelf kan blijven leven, iedereen heeft zijn streefpunt en zijn grenzen, zijn principes. En die verschilt, dat is heel persoonlijk allemaal. En je moet gewoon voor jezelf nagaan, hoe ver kan ik met mezelf blijven leven? Dat moet iedereen voor zichzelf nagaan. Wij hebben ook heel wat meegemaakt, ook heel wat aanbiedingen gehad van om house te doen, om dit, om zus en zo te doen. Ja. Ik hou van house, ik hou van alle muzieksoorten, maar het is gewoon niet mijn ding. Ja. Weet je wel? En dan dus zeg je doet die concessie niet? Ook al is de consequentie daarvan dat je echt op de fiets naar huis gaat. Ja, ja. Terwijl je ja. gewoon met een mooie... Ja, inderdaad. Ik vind van, wat is succes voor mij? Succes is voor mij... als ik gewoon met mezelf kan leven, als ik heb bereikt, als ik het tenminste heb geprobeerd, alles eraan heb gedaan wat ik kan om het te bereiken. Ik hoef het niet bereikt te hebben, maar al ga ik op die fiets, maakt niet uit wat voor fiets, ga ik naar huis, zonder geld, ik ben gewoon happy, weet je. En daar gaat het voor mij om. Oké, we gaan heel even kijken naar een kort clipje van Replay. Je bent altijd in mijn gedachten. Als ik jou zag, heb ik rusteloze nachten en ik staar veel overdag. Ik wil je vertellen wat ik voor je voel. Ik zoek woorden om jou te zeggen dat ik alles voor je doe. Je kan zeker op mij. Wat wil je overdragen met die R&B dan? Wat is het? Waar gaan je principes en je karakter over? Ja, de muziek die wij maken is meer gewoon... Het is niet meer... Ja, het gevoel. Want, oké, trouwens, de laatste tijd moet je niet te smooth komen, maar dan geloven die vrouwen je ook niet meer. Ja, zo is het. Als ik tegen een meisje... schat, ik hou van je en je bent de enige. Geloven ze niet meer. Omdat je liegt.
Nee, ik ben toevallig een van de weinigen die het meent, waarschijnlijk. Nee, echt. Nee. Ik wil je. Juist. Ja. Als je dat zegt, ik wil je, dan kan zij zeggen... Nee, maar dat is ook weer te agressief. Nee. Als jij tegen ik zou je graag willen. Als jij tegen haar zegt, ik wil je, dan zegt zij, is goed of niet. Maar als je zegt, ik hou van je en je bent de enige en ze weet dat je gewoon zit te bullshitten, dan... Maar waarom... hoe weet je dat ik zit te bullshitten? Hoe weet je dat? Ja. Hoe weet je het zelf wel? Ja. Voordat we helemaal uitgepraat zijn over R&B, een visie, een eindconclusie van Murphy. Hallo? Daar hebben we het. Waar heb je hem, hè? Telefoon. Wil je er een kopen? Nee, daar houden we toch. Ja, daar hadden we het over. Ik heb geluisterd. Ik was erbij. Oh. Hoeveel achterstand heb je? Hé. Hey. Hou je van R&B? Heb je heupen? Wil je ze wiegen? Hé? Mijn buurman die had het erover. Ik vind het een lekker biertje. Ik vind het een lekker biertje. Lekker, netje, lekker zo. Hé? Lekker, vind ik leuk. Vind ik leuk. Kan ik van genieten. R&B. R&B. Wat is het? Rampen, tampen en bonken? Wat is dit? Volgens mij wel. Volgens mij wel. Als je het mij vraagt, is het rampen, tampen en bonken. Hey? Maar voor jou zal het wel rijst en bonen zijn. Ik ben geen dominee. Weet je, ik heb al die dingen gehoord en dan komen mij inderdaad ook vragen. Weet je, komt er inderdaad homo R&B? Oeh, I got stuck in the dark room. Komt er Pakistanse R&B? Huh? En R&B mensen zijn lovers, liefhebbers. Komt er ook R&B van dierenliefhebbers? I love my cock, Roach. Old meets new. Oscar Harris meets sugarcane. Kunnen we dat verwachten? Hoe zit het? Ik weet het niet. Het enige wat ik weet is dat ik heb me vermaakt. Ik wil jullie bedanken. Ik ga naar huis. Op de Batavus met mijn Walkman op. En ik zie jullie later. Thank you. En before I go... I gotta give it up for Gilly Costa, all the peeps over here, my man Wansky, and the man taking over right now, MCS. Thank you, man. No music, no life, dat is duidelijk, weet je. So big up to yourself and your love of music. En wat je ook doet, let it be massive. Peace. Yeah. Voor mij ook. Voor mij ook. Voor mij ook. Tot de volgende week, tot Massief. Ik wil zo graag met jullie zingen. Ja? Kunnen we zingen? Ja, kunnen we zingen? Jawel. Even, ik ga het proberen. Sometimes in your life, we all have pain. We all have sorrow. But... Ik ben de tekst kwijt. There's always lean on me. When you're not strong, I'll be your friend. Come on, son. I'll help you carry on. For there goes the dawn that I'm gonna need somebody to lean on. Lean on me. When you're not strong, I'll be your friend. Come on, y'all. I'll help you. Long, and I'll be in the need. Somebody.